Hoe heb je Victor leren kennen en hoe lang zijn jullie samen? Zou je ooit iets aan je gezicht willen doen? Wat is jouw lievelingseten? Hebben mensen vaak vooroordelen over jou? Voel jij jou vaak onzeker? Wat staat het hoogst op je bucketlist? Dat vind ik echt een heel moeilijke vraag. Hi guys en welkom bij een nieuwe video. Deze week is het geen weekvlog, maar een Q&A. En ik heb een paar dagen geleden een Instagram story gepost waarin dat jullie mij vragen konden stellen, die dat ik dus nu in deze video ga beantwoorden. En ik vind het heel leuk dat ik dit doe eigenlijk, want zo kunnen jullie mij nog beter leren kennen. Dus let's go. En we gaan starten met de eerste vraag. En dit is zeker wel een belangrijke. En dat heb ik ook gemerkt, want ik heb die vraag meerdere keren gekregen. En die is, wat is jouw job? Ik ben dus fulltime influencer. En ik ben recent ook gestart dus met een wekelijkse vlog. Dus nu ben ik volledig zelfstandig. Ik doe alles via social media. Dus ik promoot beautymerken, maar ook modemerken. Dus zo verdien ik eigenlijk mijn geld dus via sociale media. Ik heb dan ook een vraag gehad of dat ik bij Dils werk. Dat is dus het bedrijf van mijn ouders. Nee, ik werk dus niet vast bij Dils, maar in de drukke periodes help ik mijn ouders uiteraard wel. En mijn broer Lucas doet dat ook. Mijn broer is nog niet afgestudeerd, maar die werkt wel of helpt mee in de zomervakanties. En ik vind dat eigenlijk wel heel leuk om hun te helpen, omdat ik heb een heel sterke band met mijn ouders. Dus ik heb daar totaal zo geen struggles mee om dan bij hun alleen van zo dichtbij eigenlijk samen te werken. De volgende vraag is dus, wat heb je gestudeerd? Ik ben mijn middelbaar begonnen in het Paris Dans Instituut in Leuven. En ik heb daar moderne talen gestudeerd. Maar ik heb het op school niet altijd even makkelijk gehad. Ik ben niet de beste student geweest, maar ik deed wel altijd heel erg mijn best om toch altijd te slagen. Maar ik merkte wel dat het klassiek systeem eigenlijk moeilijk was voor mij en ik kon daar niet echt mijn weg in vinden. Dus dan heb ik besloten om mijn middenjury te starten. En ik moest dus een jaar op internaat gaan in Oost-Duinkerke. Voor mij is dat zo goed meegevallen. Ik heb daar zo'n leuke tijd gehad. Ik heb daar heel mooie vriendschappen gecreëerd eigenlijk. Met vriendinnen die nu nog steeds mijn beste vriendinnen zijn. En ik heb daar mijn vijf en mijn zesde jaar eigenlijk in één jaar gedaan. En daarna moest ik voor mijn Duits nog naar Berlijn. Want dat was eigenlijk mijn vak waar ik echt het meeste mee struggelde. En ben ik 2 maanden gaan wonen bij een gastgezin. Daar heb ik dus Duitse lessen gekregen en heb ik mijn examen gedaan en ik was dus geslaagd en ik had mijn diploma. Dan wou ik eigenlijk erna heel graag in een modeschool gaan studeren en die school was in Londen. Maar ze hadden daar ook campussen van in Tokio, New York en Parijs. Maar mijn ouders kennen Londen niet zo heel goed, maar Parijs wel bijvoorbeeld. En zij wouden eigenlijk liever dat ik naar Parijs ging, want met de trein was dat ook minder ver. Dus ik ben gestart in Parijs. En de bedoeling was eigenlijk dat ik daar dus mijn bachelor in fashion business zou afmaken. Maar ik vond het heel moeilijk om daar contacten te leggen. Ik voelde me daar heel vaak alleen, onzeker. Dus voor mij was dat heel moeilijk om een sociaal leven op te bouwen in Parijs. En na 6 maanden heb ik besloten om dus terug naar België te komen. En dan heb ik een school gevonden hier in Antwerpen. Die noemt UIBS, United International Business School. En daar heb ik dus mijn bachelor afgemaakt in International Business. Daarna wou ik nog steeds, ik had het nog steeds in mijn hoofd om naar Londen te gaan. Ik weet ook echt niet waarom, maar ik vind Londen zo'n leuke stad. En mensen zijn zo open-minded en het is gewoon super leuk. Dat was voor mij zoiets, oké, nu wil ik mijn master doen in Londen. Uiteindelijk, door corona is dat helaas niet kunnen doorgaan. En vond ik het ook gewoon niet makkelijk om te reizen. En dat was gewoon echt niet zo simpel. Dus dan heb ik dat uiteindelijk niet gedaan. En dat is zeker iets dat ik me niet beklaag. En dat had leuk geweest als ik dat had kunnen doen. Maar dat is niet iets dat ik zeg van, oh, dat vind ik nu super erg. Of ik ben daar trist door dat ik dat bijvoorbeeld nooit heb gedaan. Dus ik heb een hele weg achter de rug. Als op vlak van mijn school eigenlijk. Maar ik heb wel echt heel veel ervaringen opgedaan in dan ook andere landen. Dus daar ben ik wel zeker heel dankbaar voor. De volgende vraag is dus, woon jij nog alleen?
Nee, ik woon nog niet alleen. Ik woon dus nog bij mijn familie. Maar door de week heen ga ik wel dus naar mijn vriend in Antwerpen. Dus eigenlijk is dat super wisselend. Ik woon nog niet samen met mijn vriend. En ik woon ook nog niet alleen, dus ik heb niet mijn eigen setje. Dus ik woon nu voorlopig dus nog thuis bij mijn familie. Wat is jouw lievelingseten? Mijn lievelingseten is kip met appelmoes en frietjes. Wat ik ook heel lekker vind is pasta met tomatensaus. Dat vind ik echt heel lekker. Ik ben echt verslaafd aan pasta met tomatensaus. En van die spekjes in en met gewoon wat kaas, dat vind ik echt lekker. Super simpel. En qua fastfood vind ik bijvoorbeeld Five Guys echt zo, zo lekker. Daar ben ik echt verslaafd aan. Ik heb soms zo van die momenten dat ik dat echt elke week kan eten, wat dan niet zo heel goed is, maar toch. En gewoon qua gezond eten, tomatensoep, alles met tomaten vind ik lekker. Pokeball vind ik ook super lekker, of een simpele Caesar salad vind ik ook heel lekker. Dan is er ook een vraag over welke skincare routine dat ik gebruik. Dus zowel als ik ga slapen en als ik dus opsta. Ik gebruik meestal eigenlijk micellaire water van L'Oréal. Die heb ik hier bij mij staan. Dat is deze. En daarnaast gebruik ik ook, dat is een soort van melk. Ja, dat is eigenlijk een melk, een cleansing melk. Dus eerst gebruik ik mijn micellaire water. Dat is gewoon keihandig voor uw mascara te verwijderen eigenlijk. Want dat gaat niet met die melk. Dat pikt wel wat in mijn ogen. Dus ik gebruik eerst dat micellaire water en dan de melk. En daarna gebruik ik nog een soort van tonic eigenlijk. Maar dat doe ik niet elke avond, want dat is ook niet super goed voor uw huid. En ik heb ook een vrij gevoelige huid. Dus voor gevoelige huiden raad ik gewoon aan om niet... Bij mij werkt dat toch niet, om niet met te veel producten op je gezicht te werken. Want dan wordt je gezicht nog meer geïrriteerd en dan krijg je nog meer rodere kaken. Ik heb vooral hier last van roodheid vaak. En daarna, wat ik eigenlijk gebruik voor mijn nachtcrème of dagcrème, is deze van Sisley. En die noemt Ecological Compound. Dat is dus een crème met komkommer in. Dat ruikt echt super lekker en is ook gewoon een heel natuurlijk product eigenlijk. En daar krijg ik eigenlijk bijna nooit uitslag van. En natuurlijk, als je uitslag hebt en daar last van hebt, want dat vroegen ook veel mensen van hoe dat ik dat nu verzorg als ik bijvoorbeeld uitslag heb op mijn kin. Ik doe dan meestal een facial in een schoonheidssalon, dus dat ze mijn poriën kuisen eigenlijk, dus de vuiligheid eruit halen. En dan doe ik dit wel echt om de twee maanden, want anders krijg ik terug last van uitslag. Dus dat is zowel wat mijn skincare routine. En dan was er ook een vraag van wat ik doe als ik dus een puistje heb. Ik gebruik dus, dat is een potje alcohol. Je kunt dat gewoon kopen in de apotheker. Ja, ik breng dat gewoon op mijn puist en eigenlijk daarna, de dag nadien, is die gewoon weg. En dat is gewoon pure alcohol dat ik daarop doe, dus dan smet supergoed. En dat haalt je puistjes ook gewoon meteen weg. Sport jij veel? Het is nu al heel lang geleden dat ik heb gesport. Maar normaal probeer ik wel 3 keer per week te sporten. Dus dan doe ik eigenlijk boksen of spieroefeningen. Maar nu is het dus al even geleden. Ja, ik weet ook niet waarom. Ik heb bepaalde momenten dat ik totaal geen zin heb en geen fit heb om eigenlijk te sporten. En sommige dagen heb ik dat echt wel, of sommige weken toch. Dus dat hangt er echt gewoon van af. En ik vind ook dat je totaal niet schuldig moet voelen als je eens een week niks wilt doen. Dat is compleet menselijk. Ik heb dat ook. Ik heb ook niet elke week zin om 3 keer te sporten. Hoe heb je Victor leren kennen en hoe lang zijn jullie samen? Ik heb Victor leren kennen op vakantie in Frankrijk. En dat was... heel toevallig, want we waren op hetzelfde moment ook daar. Dus we hebben elkaar niet leren kennen via social media, want dat denken sommige mensen misschien. Maar hij was eigenlijk met vrienden van mij op stap, gemeenschappelijke vrienden. En zo zijn we eigenlijk aan de praat geraakt en we hebben dus elkaar leren kennen in een strandbar eigenlijk in Frankrijk. En wij zijn nu iets langer dan een jaar samen. Wat is jouw favoriete handtas? Dus mijn eerste favoriet is deze. Dat is mijn Kelly Hermes. Die draag ik heel veel. Omdat ik ook gewoon veel zwart draag. Dus dat gaat eigenlijk bij heel veel van mijn kleren.
En de laatste is eigenlijk eentje dat ik recent heb gekocht. Deze gele van Chanel. En ik vond die zo cute. Daar past wel niet zo heel veel in. Dat heb ik een beetje onderschat. Maar bon, ik vond de kleine maat gewoon echt het schattigste. En ik zocht al zeker 2 jaar naar echt een heel mooi geel eigenlijk. Als handtas. En ja, ik kwam in Brussel en ik heb hem toen gevonden. Dus ja, ik ben er kei blij mee. Dus dat zijn wel zo nu mijn 2 favorieten. Dan was er ook nog een vraag over waar koop jij jouw kleren meestal? Ik koop mijn kleren meestal in de winkel. Ik heb zo'n paar winkels in België waar dat ik wel veel ga. Dus dat is de Iro-winkel in Brussel of in Antwerpen. Verso in Antwerpen kom ik ook wel regelmatig. Dus ja, bij mij is dat wel zo de hand er echt vanaf. Bijvoorbeeld als ik aan het rondwandelen ben in het weekend in Antwerpen, spring ik wel eens makkelijk binnen in een winkel. Maar als ik bijvoorbeeld ja, thuis zit en ik heb iets nodig of zo, dan ga ik misschien sneller iets op Farfetch bestellen. Of bijvoorbeeld, ja, op de Zara bestel ik ook vrij veel wel, maar dan online. Omdat ik vind, in de winkels hebben ze soms niet heel de collectie liggen. Dus, en online wel, dus dat vind ik wel makkelijk. En als ik bijvoorbeeld ja, een citytrip doe en ik kom bijvoorbeeld vintage winkels tegen, of winkeltjes ja, dat ze niet hebben hier in België, dan koop ik daar bijvoorbeeld iets als ik iets leuk zie. Dus dat hangt er echt super hard vanaf. Wat zijn jouw favoriete vakantiebestemmingen? Voor mij persoonlijk, ik vind het niet altijd zozeer nodig om heel ver te reizen. Om het bijvoorbeeld leuk te hebben ja, met vrienden of familie. Maar bijvoorbeeld citytrips vind ik super leuk. Naar Amsterdam gaan, naar Londen, naar Parijs een weekend. Maar ja, we gaan wel ieder jaar naar Dubai. Allee, dat is wel zoiets dat wij heel graag... Wij gaan daar super graag naartoe. En dan was er ook een vraag, die kan ik meteen beantwoorden met deze vraag bij. Van wat is de mooiste bestemming die je al hebt gedaan? En dat is eigenlijk voor mij persoonlijk Afrika. Dat is gewoon mijn mooiste reis die ik heb gedaan. En ik vind dat gewoon echt, ja, de pure natuur. We hebben daar toen 1,5 week safari gedaan. En dat is echt, ja, gewoon de mooiste reis die ik heb gedaan ooit. Maar er zijn nog heel veel zaken die ik wil doen. Ik wil bijvoorbeeld ook eens naar IJsland gaan. Dus er staan nog zeker en vast heel veel op mijn bucketlist. Volg je een dieet? Nee, ik volg geen dieet. En ik heb dat wel 1 keer gedaan. Een paar jaar geleden ja, had ik wat overgewicht. En dan ben ik wel echt beginnen letten op mijn eten. Maar ik heb nooit echt een speciaal dieet gevolgd. Dus ik at gewoon veel minder en veel gezonder. En ja, je moet proberen van chocolade af te blijven. Maar ik eet chocolade zo graag. Dus minder snoepen. Heel veel water drinken helpt ook echt. Zou je ooit iets aan je gezicht willen doen? Nee, ik zou nu niet aan mijn gezicht willen doen. Ik weet wel dat heel veel mensen dat denken dat ik bijvoorbeeld botox doe of andere zaken. Maar dat is dus niet het geval. Ik heb nog niets laten doen aan mijn gezicht. Maar ja, ik kan wel begrijpen dat mensen dat misschien denken. Omdat ja, op Instagram is dat ook perfect image. Ja, het perfecte gezicht. Maar ja... Iedereen weet dat ook, als iemand eens een puist heeft op zijn gezicht, gaat dat natuurlijk weggewerkt worden. Of als je een rimpel hier hebt, wordt dat natuurlijk ook gesmooth. Dus dat is totaal niet realiteit. Dus ik kan wel begrijpen dat die vraag ook veel komt van, heb je iets laten doen aan jouw gezicht? Nee, ik heb niets laten doen aan mijn gezicht. Wat wou je vroeger doen als job? Ik wou heel graag advocaat worden. Ik weet ook niet waarom, maar ik wou altijd rechten gaan studeren. Maar bon, aangezien dat ik niet zo... een heel goede student ben, ja, was dat natuurlijk niet het grote, het beste plan. Maar dat was wel zoiets, ik keek daar heel hard naar op. Ik keek ook veel van die documentaires en ik vond dat wel heel cool om dat te zien. Dus ik wou dat wel worden. Dan wou ik heel graag zangeres worden. Al sinds kleins af aan was ik ja, bezig met te zingen. Ik heb vroeger ook zanglessen gevolgd. Dus ik ben daar vroeger wel mee bezig geweest. Dus ja, maar dat is nu echt... dat was eigenlijk een droom als kind, maar nu, ja, nu is dat niet echt zoiets dat ik zeg van ik wil later zangeres worden. En dan was er dus ook een vraag, er staat een vleugelpiano in mijn kamer. Ik heb dus vroeger ook piano gespeeld en dus zanglessen gevolgd, dus dat is dus de reden. Maar ik speel nu geen piano meer, maar ik kan wel ja, een paar liedjes nog spelen op die piano. Maar daarom staat die dus in mijn kamer. Dan als derde wou ik heel graag archeoloog worden.
Weet ik ook niet waarom, maar wij zijn vroeger eens naar Egypte geweest en ik was zo gefascineerd door ja, al die piramides en die farao's en whatsoever. Ik ga heel graag naar museums ook trouwens. Ik vind dat super boeiend. Ik keek vroeger ook heel veel naar National Geographic, omdat ik ja, dat allemaal zo wou ontdekken. Dus dat is ook wel iets dat ik wou ja, doen als beroep toen ik jonger was. Waar haal je inspiratie? Ja, sowieso via Instagram. Ik heb ook echt voorbeelden waar ik naar opkijk. Dat ik denk van, oh, die heeft iets cool aan en zo wil ik dat combineren of ik ga dat ook eens proberen. Dus ja, Instagram is gewoon de perfecte inspiratiebron. Als je ja, niet weet van, oké, okay, wat kan ik dit combineren? Of mijn schoenen, mijn broek of zo. Dus ik haal zeker ook zelf inspiratie uit Instagram. En ja, dat is gewoon een keileuk platform. Want ik kan echt geloven, iedereen heeft zoiets wat struggles van, oei, wat moet ik vanavond aandoen? Of ja, ik weet niet wat ik moet aandoen om naar een feest te gaan. Dus daarvoor is Instagram natuurlijk wel ja, ideaal, zou ik zeggen. Dus welke talen spreek je? Ik spreek Engels, Nederlands en Frans. Dus dat zijn de drie talen die ik kan spreken. Duits is gewoon een volledige ramp en ja, ik kan dus geen Duits. Wat staat het hoogst op je bucketlist? Iets dat ik echt nog wil doen, is echt eens naar Japan gaan. Dat is echt mijn droom. Ik wil daar zo graag eens naartoe gaan en ik denk dat dat zo mooi ook is. Dus dat is zeker wel iets op mijn bucketlist. Wat ik ook nog graag zou doen, ja, ik wil eigenlijk nog heel veel reizen. Ik reis zo graag en ik kan dat ook enorm appreciëren, die culturen en de natuur. Ja, ik vind dat echt gewoon iets dat heel veel bijbrengt bij je eigen ontwikkeling. En ik vind dat ook belangrijk dat je zelf ook veel weet daarover, want wij zijn hier niet alleen als onze eigen cultuur, maar er zijn ook nog andere culturen en dat is gewoon kei interessant om daar van alles over te leren natuurlijk. Dus ik zou in mijn leven echt nog willen blijven reizen totdat ik kan. Ik vind dat gewoon heel leuk. Waarom ben je begonnen met Instagram? Ik ben heel spontaan begonnen met Instagram, dat heb ik ook gezegd in mijn eerste vlog. Ik heb gewoon foto's gepost van mezelf en waar dat ik op reis ging of ja, zo van die zaken eigenlijk. En ja, ik vond dat gewoon heel leuk om dat te delen op mijn profiel. En toen had ik echt nog niet veel volgers. Ik denk dat ik 10.000 volgers had. Wat dan natuurlijk ja, niet veel is, maar ook niet weinig. En dan is mijn account eigenlijk gehackt geweest. Dus ja, al mijn foto's waren weg. Alles, alles, alles. En mijn volgers ook. Ik heb mijn account gewoon nooit teruggekregen. Dus ja, het is gewoon super jammer. Dus eigenlijk is dat heel spontaan begonnen. En ja, is dat heel erg beginnen groeien. En ja, het is gewoon echt heel leuk. Maar ik had nooit in mijn gedacht... Allee, ik had nooit gedacht zelfs dat ik influencer ooit zou worden. Of dat was althans toch niet een soort van doel dat ik wou bereiken. Wat zijn jouw favoriete kledingstukken? Dus ik heb hier twee items. Mijn zwarte blazer en mijn Prada boots. Dus deze zijn mijn Prada botjes. En deze draag ik toch wel bijna elke dag. Die zitten super goed. Ik vind dat gewoon kei... Dat is eigenlijk... Ja, je kunt dat dragen met een stoere look, maar ook een chicere look, vind ik persoonlijk. Ik draag dat heel vaak met mijn blazer en gewoon een leren broek of een leren shortje met een caleçon vind ik echt... ja, gewoon met een kousenbroek vind ik super leuk om te dragen. Dus ja, ik vind altijd dat je daar wel vrij mee opgekleed bent. En dan natuurlijk mijn lievelingsstuk, mijn zwarte blazer. Ja, ik vind gewoon met blazers ben je altijd gewoon opgekleed. Dus ja, daarom vind ik dat zo leuk om te dragen. Je voelt je altijd zo wel een beetje ja, chiquer gekleed eigenlijk. Welke lipgloss draag je altijd in jouw vlogs? Dus ik heb die hier bij mij. Die is dus van Fenty Beauty. En die is echt heel mooi aan. Allee, op je lippen toch. En die noemt Gloss Bomb. Ik zal hem eens even aandoen. En die geeft echt een heel zo glowy effect. En je hebt daar heel volle lippen van. Die vind ik heel goed. En ik heb die al super lang. En ik heb die heel lang niet gebruikt. En opeens had ik die in mijn handtas gevonden. Ik zeg, oh, ik ga die nog eens proberen. Ik vind die eigenlijk wel heel mooi van kleur.
En dan gebruik ik ook deze van Dior. Dat is de Lip Maximizer. Die dat jullie overal zien waarschijnlijk op TikTok. Maar deze is ook super goed. Dus dat zijn zo wat de twee dat ik heel veel gebruik voor op mijn lippen te doen. De volgende drie vragen vind ik heel interessant om eigenlijk te beantwoorden. Omdat ik zelf ook merk dat daar heel veel mensen mee struggelen de dag van vandaag. En ik vind dat gewoon super belangrijk dat mensen mij die vragen stellen vooral. En dat is zeker ook wel een onderwerp om over te spreken. En ik vind dat heel belangrijk gewoon. Dus vandaar dat ik even deze drie vragen samen, ja, tegelijk eigenlijk beantwoord. Dus tips om je beter in je vel te voelen. Ja, dit is natuurlijk heel persoonlijk en iedereen gaat daar ook anders mee om. Ik weet persoonlijk gewoon dat social media een enorme rol speelt op het mentaal welzijn van meisjes, zowel jongens, dat dus ja, naar een beeld kijken op sociale media dat helemaal niet echt is. Wat dan natuurlijk echt heel jammer is en daarvoor is Instagram natuurlijk echt geen goed platform, dat weet ik zelf ook. Maar bijvoorbeeld als ik mij niet goed voel zelf en daar even echt een break van wil hebben, dan zorg ik ook dat ik echt minder op Instagram zit. Dan post ik misschien 4 of 5 dagen is niet of een week is niet. Natuurlijk, ja, dat is wel mijn job, dus ik moet dat wel een beetje blijven onderhouden, mijn profiel. Maar als ik dagen heb dat ik me echt minder voel in mijn vel, ja, dan ga ik eens gewoon niet posten. En daar is echt totaal niets mis mee. Dat is super menselijk. Ik voel mij ook op bepaalde momenten iets slechter in mijn vel. Maar daar moet gewoon ook over gesproken worden. Ik ben wel iemand dat daar echt over spreekt dan. Met de mensen rondom mij. Dat ik natuurlijk ook vertrouw. En ik denk dat dat heel belangrijk is als je iets minder goed voelt. Om echt erover te praten. Want dat doet zoveel deugd. En zonder je iets een maand af van social media. Allee, take a break gewoon als je je niet goed voelt. En focus even op jezelf. En ook al is dat je apart afzonderen en is tv gaan kijken of gaan wandelen. Dat kan allemaal perfect. Maar dat is gewoon ja, hoe dat je dat zelf, ja, hoe dat je jezelf voelt en hoe dat je dat zelf eigenlijk wilt ja, oplossen. En dat eigenlijk wilt tegengaan, je zo slecht voelen. Maar voor mij zijn dat wel zo'n zaken dat ik doe. Ik ga bijvoorbeeld ook dan gaan wandelen om mijn hoofd leeg te maken. Of ik wil vaak ook even alleen zijn. Maar ik praat ook wel heel veel als ik mij dus niet goed voel. Dus dat is zeker belangrijk om dat te doen. Hebben mensen vaak vooroordelen over jou? Ja, dat is sowieso waar. En ik denk dat dat ook nooit gaat stoppen. Ik heb zelf geen vooroordelen over mensen, omdat ja, ik weet hoe dat voelt. En er zijn heel veel mensen die mij vaak berichtjes sturen, echt ook gemeen. En vroeger heb ik mij dat enorm aangetrokken. Ik heb mij vroeger ook onzeker in mijn vel gevoeld. Ik ja, was ook niet, ik was gewoon niet goed in mijn vel. Als je zo'n berichten krijgt, is dat natuurlijk niet fijn, want mensen kennen nu helemaal niet. En ja, mensen achter een scherm dat typen of een commentaar geven, ja, zij spreken u niet face-to-face aan. Dus dat is echt iets totaal anders. Voor die persoon is het zo makkelijk om een gemeen bericht te sturen en een vooroordeel te hebben. Achter een scherm typen is heel makkelijk en een bericht versturen echt heel makkelijk. Totdat je die persoon misschien niet ziet en dan durven ze niets te zeggen. Dus ja, vooroordelen heb ik sowieso. En dit is echt waar, ook een van de redenen dat ik begonnen ben met mijn vlog. Niet de hele reden, maar toch wel een reden. Want mensen gaven commentaar op mij. Mensen konden mij niet uitstaan. Mensen dachten dat ik niet lief was. En ik had zoiets van, ja, ik wil eigenlijk wel een totaal andere kant van mij tonen. En ik ben zo blij dat ik dat heb gedaan nu. Want ik voel ook dat ik een band creëer met mijn volgers. Mensen die mij echt totaal niet kennen, leren mij nu kennen. Dus ik vind dat echt heel belangrijk. En dat doet mij nu zo veel plezier dat ik berichtjes krijg van, je bent zo'n lief persoon en ik vind dat zo leuk om jou nu te leren kennen. En het doet mij gewoon ongelooflijk veel plezier. Want dat is wel hoe dat ik gewoon echt ben. Ik vlog mijn leven, mijn week en dit is gewoon de echte Sarah. En niet gewoon ja, een foto waarop dat ik eens misschien
ja, nors kijk of ja, niet gelukkig lijk of gemeen kijk. Dus ja, niet alles op social media is gewoon echt, dat is het echt, echt niet. Ik kan soms ook eens een slechte dag hebben dat ik een foto post van een maand geleden. Dat kan gewoon. Maar mensen weten dat natuurlijk niet. Maar dat kan gewoon. Dus dat is, allez, gewoon niet te veel aantrekken. Wees uzelf. Iedereen is mooi zoals hij is. Dus ja, gewoon totaal niet door naar beneden laten halen. Echt niet. Dan de derde vraag rond eigenlijk is, voel jij jou vaak onzeker? Ja en nee. Ik heb mij toen ik jonger was wel heel onzeker gevoeld. Maar ik denk dat dat ook wel is omdat ik ja, dus jonger was. En iedereen heeft dat wel op die leeftijd. Is, maar ik heb wel heel lang gestruggled met wat ga ik doen later. Want ik wist wel dat ik iets in de mode wou doen en dat dat mij heel erg boeide. Maar ik wist echt helemaal niet dat ik ja, ooit influencer zou worden. Nooit, nooit, nooit. En ja, nu doe ik het super graag en ik ben kei blij dat het zo is uitgedraaid. Dus ik heb mij toen wel echt onzeker gevoeld. Omdat ook met mijn school, in mijn schoolperiode dan vroeger, ik was geen goede student. Ja, ik had daar wel wat issues mee, omdat ik zoiets had van, ja, ik wil eigenlijk wel echt later iets bereiken in mijn leven. En, want ik ben wel iemand ambitieus, dus dat was wel voor mij wel een struggle. Maar uiteindelijk, naarmate dat je ouder wordt, besef je ook wel van, ja, iedereen is goed in iets en je vindt sowieso wel een job of een, ja, iets waar dat je goed in bent, waar je kwaliteiten liggen. En dat is gewoon kei belangrijk, maar... Ja, daar word je pas van bewust als je dus ouder wordt. Dus ja, ik heb mij onzeker gevoeld in mijn vel, zeker. En soms zijn er wel ook dagen dat ik mij minder zekerder voel dan anderen. Maar ik probeer dat wel zo wat los te laten als ik mij onzeker voel. Ik probeer mij wel zo aan de goede zaken op te trekken. En dat is gewoon heel belangrijk dat je dat blijft doen. En vooral, echt waar, één gouden tip... Praat erover als je je niet goed voelt. Want het is echt zo, zo belangrijk. Niet iedereen is perfect. Echt niet. En ja, gewoon echt goede communicatie hebben met je familie. Of als dat niet tegen je familie kan, met je vrienden. Of tegen je lief. Of weet ik veel wat. Gewoon super, super belangrijk. Dus ik vind het echt heel mooi dat deze vragen gesteld zijn aan mij. Ik wil dat ook even zeggen. Want ik ben nu iemand dat zich perfect toont op social media... Maar niemand weet wat dat erachter schuilt soms. Dus, wat dat dus ook perfect normaal is. Hè. Ik ben een super gelukkig iemand. En ik ben gewoon gelukkig met wat ik doe. Maar ja, soms zijn er gewoon dagen die dat soms tegensteken. Maar dat is dus perfect normaal. En dat kan dus gewoon helemaal. Wat is jouw favoriete cocktail? Ik drink heel graag Pornstar Martini. En Moscow Mule. Dat zijn eigenlijk de twee cocktails die ik heel graag drink. En dan drink ik ook heel graag gin tonic. Dat vind ik ook super lekker. Wat zijn jouw favoriete sieraden? Mijn oorbellen. Ik wissel heel erg veel af. Omdat ik ook ja, hier drie gaatjes heb en hier vier. Dus ik vind dat leuk om zo wat af te wisselen. Dus ik draag veel van Alina Rosina. Van Billion Avenue draag ik veel. Van Nature draag ik veel. En dat is het eigenlijk zo. Ik wissel zo om de maand af met mijn oorbellen eigenlijk. Maar voor de rest zijn dat eigenlijk altijd dezelfde. Dat blijven in mijn oor. Allee, ik wissel niet zoveel af. Welke basics vind je belangrijk die iedereen nodig heeft? Sowieso een wijde jeans. Een mom jeans. Sneakers. Ik vind Air Jordans super tof. Dat dat zo ook een keer iets anders is. Zwarte blazer, soere botjes, hoge botjes met een hak. Ja, ik denk dat het zo, ja, dat zo wat is eigenlijk. Het hangt er ook vanaf wat je graag ziet. Ik kan niet zeggen, ja, Air Jordans, dat zijn goede basics. Als, misschien, ja, als iemand dat misschien niet mooi vindt. Dus. Maar ja, ik vind wel, ja, een paar sneakers is toch sowieso een basic onder een jeans. Dat is kei leuk. En met een leuke blazer op en een pulletje onder, bijvoorbeeld in de winter, mijn col roulé is toch super tof. Dus ja, hoe ervaar je het vloggen? Deze is een leuke vraag. Heel goed eigenlijk en ik ben heel blij dat ik hiermee begonnen ben.
echt waar, oprecht. Ik heb nu met mijn Q&A ook zoveel vragen gekregen en ik wil echt dank u zeggen. Ik hoop dat ik alles kan beantwoorden in deze video. Maar ja, ik had dat dus eigenlijk niet verwacht, dat zoveel mensen vragen gingen insturen en zoveel interesse hebben in wat ik doe. Dus apprecieer ik heel erg. En ik ervaar het vloggen als iets heel leuk. En ja, ik vind dat gewoon zo fijn om mijn leven te delen met jullie. Echt waar, oprecht. Ja, ik vind dat gewoon heel leuk om mezelf te kunnen tonen. Hoe dat ik ben eigenlijk, dat is gewoon zo leuk en een beetje zo, ja, een uitlating ergens. Want ja, zoals ik zei, zo leer je echt iemand kennen natuurlijk. Als je iemand bezig ziet voor een camera. En ik ga er zeker nog lang mee door blijven gaan. Wat doe je het liefst in jouw vrije tijd? In mijn vrije tijd kijk ik heel graag naar series, dus op Netflix. Ik ga heel graag wandelen. Daar haal ik ook veel plezier uit. Wat ik ook heel graag doe, is zo ergens mij gewoon in een cafeetje zetten op straat of zo. Met mijn vriendinnen of ja, met mijn familie. En dan gewoon een koffie drinken of iets lekker eten. Dat vind ik ook echt keileuk. En gewoon bijbabbelen, dat vind ik, daar kan ik echt nu eens echt van genieten. Dus ja, ik denk dat dat zo wat dingen zijn dat ik doe in mijn vrije tijd. Wat ik ook veel doe, is mijn kamer opruimen. Want dus door de week heen moet ik veel content shooten voor op Instagram. En dan ligt mijn kamer echt er heel slordig bij. En dan in de weekend, als ik vrije tijd heb, dan ruim ik vaak dus mijn kleren op. Alleen mijn kamer toch. Hoe ga je om met negatieve reacties? Ik ga daar eigenlijk heel goed mee om. En ervoor minder goed. Vroeger had ik bijvoorbeeld daarop ingegaan. Wat dat dus totaal geen goed idee is. Want die mensen die negatieve commentaar geven, willen ja, dat je daar eigenlijk op reageert. Maar nu is dat iets, ja, ik zet me daar eigenlijk wel vrij snel over. En ik laat dat echt niet aan mijn hart komen. Want als je dat doet, word je daar echt heel ongelukkig van. En dat is natuurlijk echt niet de bedoeling. Dus ik probeer dat eigenlijk een beetje van mij af te zetten. Wat heeft je aangezet om te beginnen met vloggen? Ja, heel simpel eigenlijk. Ik voelde dat eigenlijk op een bepaald moment tijd was voor mij voor iets nieuws. Maar ook voor de mensen die mij volgen. Want iedereen wou eigenlijk ja, wel weten hoe dat ik echt ben. Dus ik voelde wel dat daar een enorme vraag naar was. Van mijn langste kant van mijn volgers ook. En ik voelde ook zoiets van, ja, maar heel de tijd foto's posten, dat is misschien ook iets dat ik na een tijd beu word. Ik was dat eigenlijk al, ik was dat niet beu, maar ik wou iets vernieuwend eigenlijk. Vernieuwend ook voor mijn profiel. Dus vandaar dat ik eigenlijk dus ben gestart met mijn wekelijkse vlog. En dat is zo wel wat de aanzet geweest. En ik zeg het, ik ben echt heel heel blij dat ik daar uiteindelijk mee ben begonnen. En ik voel ook dat jullie het echt leuk vinden dat ik ja, jullie meeneem in mijn leven, in mijn week eigenlijk. Dus dat is super leuk om ja, te lezen. Hoeveel keer per week was je jouw haar? Naar welke kapper ga jij? En welke shampoos gebruik je? Of wat is jouw hair routine? Dus ik was mijn haar om de 2 dagen, soms om de 3 dagen. Maar de 3e dag moet ik wel droog shampoo gebruiken. Want anders is dat niet zo echt super aangenaam. En mijn kapper, bij wie dat ik dus ga voor mijn haar te kleuren, noemt Jochem van Hout in Antwerpen. En ik laat mijn haar, denk ik, om de 4 maanden knippen. Maar als ik dat dus goed verzorg, kan ik iets langer ermee wachten. En dus ik was mijn haar 2 keer met shampoo. Dan doe ik een haarmasker en dan een conditioner. Dus als shampoo gebruik ik Moroccan Oil, Olaplex en Davins. Dus ik wissel eigenlijk af, maar meestal gebruik ik Olaplex en Davins. En dan soms is Moroccan Oil. En Olaplex is echt zo'n goede shampoo ook. Die schuimt enorm. Dus je kunt je haar... Ik heb heel veel haar, dus ik moet echt heel veel schuim hebben om mijn haar helemaal goed te wassen. Dus vandaar dat ik ook 2 keer shampoo aanbreng in mijn haar. En dan gebruik ik dus een haarmasker van Moroccan Oil. En mijn conditioner is ook van Moroccan Oil. Dus ik doe eerst mijn haarmasker. Ik laat dat even intrekken. En dan gebruik ik dus mijn conditioner van Moroccan Oil. Dus dat is eigenlijk mijn hair
routine. Dat doe ik eigenlijk om de 2 tot 3 dagen. Heb je ooit al ergens gewerkt of een vakantiejob gehad? Ja, ik heb ooit in Knokke in de Must Have gewerkt. Een maand, dat was in de zomer. En dan heb ik toch een paar jaren bij mijn ouders gewerkt. In de zomer ook, bij de studentenresidenties. Dat heb ik ook gedaan. En dan heb ik, nadat ik was afgestudeerd, heb ik een stage gelopen bij L'Oréal. Maar uiteindelijk ben ik daarmee moeten stoppen, omdat de aanvragen voor mijn social media werden steeds groter eigenlijk. En ik kon dat niet meer combineren tezamen. En ik ben gestopt bij L'Oréal vorig jaar in december, eind december. Wat zijn jouw favoriete merken? Ik koop heel veel van mijn broeken bijvoorbeeld. Bij de Pull & Bear, bij de Bershka of bij de Zara. Maar For All Mankind vind ik ook een heel goed merk trouwens. Dus dat zijn zo de merken waar ik mijn broeken koop. En dan bij de COS, bij Iro en bij Sandro vind je wel altijd leuke kleedjes, vind ik. Of zo van die basics, zoals een toffe blazer of een leren short of leren botten, hoge botten dan. Dus daar koop ik ook wel veel van mijn kleren. En online eigenlijk via Missguided, Pretty Little Thing en dan Farfetch. En Farfetch is echt een heel leuke site. En dat had ik ervoor al gezegd, omdat je daar dus heel veel dingen te samen vindt. Als je iets specifiek zoekt, kun je dat ook meteen daar bestellen. Dus dat is super handig. Dus eigenlijk hangt dat er allemaal zo een beetje van af. Bijvoorbeeld op Instagram vind ik ook zo soms van die leuke sites. En dan onthoud ik dat ook op, of schrijf ik dat in mijn notities. Dus dat hangt er een beetje van af wat ik ontdek op sociale media ook. Wat eet je in een dag? Ik begin mijn dag met een koffie, met sojamelk of amandelmelk. En daarna eet ik eigenlijk altijd een yoghurtje van Activia. Maar dat hangt er natuurlijk ook van af, want soms heb ik ook wel zin in een acai bowl. En dan het ontbijtje dat ik in mijn vorige vlog, een paar vlogs voordien, had ingestoken. Dat eet ik ook heel graag. Dus dat is havermout met amandelmelk, banaan, appel en een beetje honing. Dat eet ik eigenlijk wel heel veel. En dan in de middag drink ik soep. En in de avond hangt het ervan af, want mijn ouders moeten ook wel zien wat dat zij graag willen eten. Dus meestal eten wij zalm, kabeljauw met groentjes dan, gestoomde groentjes en puree. Of soms is een spaghetti, dus dat varieert ook van dag tot dag. Wat zijn jouw favoriete plekjes in België waar je naartoe gaat? Ja, ik veronderstel dat dan is qua steden ook. En ook restaurants eigenlijk. Ik ga in Antwerpen heel graag naar Tamo. Dat is echt een heel lekker restaurant. Ferrier vind ik ook heel lekker trouwens. De Artist, dat is gewoon een simpele brasserie in Antwerpen. Is ook super lekker om te gaan eten. De Roggi vind ik ook heel lekker om naartoe te gaan. En in Knokke zijn er ook wel heel veel zaken. Bijvoorbeeld het Twerftje ga ik heel graag eten. De Put 19 voor een lekkere koffie of een drankje. Maar Rose Bakery is heel, heel lekker om te gaan lunchen. Maar dus eigenlijk, het meeste waar ik zo echt iets ga eten of ga weggaan, is eigenlijk in Antwerpen of in Knokke. Dus dat zijn zo wel de leuke plekjes waar ik graag naartoe ga. De Q&A zit er helaas op. Ik wil jullie heel erg bedanken voor al jullie vragen. Ik was heel erg overdonderd dat jullie eigenlijk heel veel wouden weten van mij of willen weten van mij. En ik hoop dat ik op al jullie vragen heb kunnen antwoorden. En als er nog iets is dat jullie willen weten over mij, stuur mij zeker een berichtje. En dan kan ik daar persoonlijk op antwoorden. Maar ik hoop toch dat jullie mij op deze manier beter hebben kunnen leren kennen. Dus dankjewel daarvoor om zo te interacten met mij. Ik zie jullie volgende week zondag uiteraard terug met een nieuwe weekvlog. En dan wordt het weer een weekvlog. Ik zie jullie volgende week zondag terug met een nieuwe vlog. Bye bye.